dankjewel. Daar zijn we weer met een nieuwe video. Tof dat je kijkt. Vandaag ga ik zoeken op een stortakker. En het is prachtig weer. Het lijkt haast wel lente te worden. Veel vogels, aangename temperatuur, praktisch windstil. Perfect weer om erop uit te gaan. En nog even het volgende. Afgelopen week heeft mijn YouTube kanaal de 2000 abonnees bereikt. Super tof. Ik wil jullie allemaal bedanken voor de support, voor het abonneren, het liken, de vele reacties. Super. Binnenkort volgt er een aparte video waarin ik een giveaway bekend maak. Dus houd het YouTube kanaal zeker in de gaten. Nu lekker zoeken. Ik zou zeggen, op naar de eerste vondst. En we zijn net van start. Twee signalen. Eerste signaal is een stukje lood. Tweede signaal is een hele leuke vondst. Een mooi begin van deze dag. Hier had ik het eerste signaal. Dat was een stukje lood. En hier het tweede signaal. En dat is een tinnen. Een loodtinnen kopje, speelgoedkopje van de kinderservies. En als ik het goed zie, is het oortje compleet. Zit hij eraan? Dat weet ik wel zeker. Die gaan we ze een beetje schoonmaken. En dan laat ik het zand erin. Hartstikke mooi. Super! Kijk. Mooi gedetailleerd. Prachtig kopje. En het eerste muntje van vandaag is ook uit de grond. En dat is een leeuwencentje. Nog best een aardige. En natuurlijk mag een zegellootje niet ontbreken vandaag. Een klein zegellootje. Met de tekst Zaandam. Ik vermoed een maillootje. Zoiets. Denk het wel. Zojuist deze leuke bijvondst gedaan. Pijpenkopje, nog met een deel van de steel eraan. Achterzijde is wel kapot. En er staat een merkje op de hiel. Dus deze kunnen we wel achterhalen. Hier staat dat merkje. Lijkt me niet zo'n heel oud pijpenkopje. Maar blijven altijd leuke bijvondsten. Even geleden vond ik dus dat tinnen kopje. Nou komt mijn zoekmaat naar me toe met een ander onderdeel. En dat is natuurlijk een tinnen schoteltje.
Dus hoe leuk, kijk. Mooi setje zo. Nou, nog een klein lepeltje erbij. Dan kunnen we zo meteen koffiepauze houden. Hartstikke leuk. Ja, daar ligt die speelgoed. Maakt het altijd weer interessant. Blijft altijd leuk om te vinden. En dan heb ik het volgende stukje speelgoed te pakken. Klein fragmentje. Wel superleuk, heel gedetailleerd. En dat is een ruiter te paard. Echt klein. Maar je ziet veel detail. Het paard heeft geen hoofd meer. De ruiter zelf ook niet. Desalniettemin, leuke vondst. En dan hebben we een kast- of ladeknopje te pakken. Eenvoudig. Potscherven liggen hier ook. En een rechthoekig gespje. Apart modelletje. Ja, kijk eens. Mijn zoekmaat vindt net ook een prachtig stukje speelgoed. Tennissoldaatje. Deze is vrij plat. Volgens mij een wat ouder model. En hier zie je dan een soort van pinnetje waarmee die op het voetstukje heeft gezeten. Rugzakje op. Het hoofdje eraan vast. Superleuk. Deze zoekdag gerust een speelgoeddag noemen, want ik heb weer een stuk speelgoed gevonden. Een paardje. Daar heb ik hem gevonden. En hier ligt hij dan. Hartstikke leuk. Het ziet eruit als een renpaard. Daar zal dan wel een jockey op gezeten hebben, verwacht ik. Een rijder, een ruiter. Maar leuke vondst. Speelgoeddag. Nou, kijken wat daar nog bij gaat komen. En dan vind ik zojuist een heel oud muntje. 397 jaar oud, om precies te zijn. En er staat detail op. Anders had ik het ook niet kunnen vertellen, natuurlijk. En dat is een heel flinterdun duitje. Uit 1627. West-Frisia. Met een gat erin. Deze heeft mogelijk aan de muur of aan de deurpost gespijkerd gezeten. Denk ik. En hier zie je een wapenschild met ook nog tekst. Flinterdun. Kwam binnen op 70. Maar moet je nagaan, 1627. Super gaaf. Ja hoor, de speelgoedverzameling wordt weer een stukje groter, want ik heb zojuist een bikkeltje gevonden. Ja, en dan gaan we nu eerst even een kopje koffie drinken.
En dan straks door naar ronde 2. En dan is de volgende vondst een voetstukje, een pootje. Een leeuwenpootje. Ja, van een potje of kannetje, klokje. Ik weet het niet, maar je ziet hier nog wel duidelijk 3 gaatjes waarmee die bevestigd werd. En dat heeft daar dan zo onder gestaan op 3 plekken, denk ik, of misschien wel 4. Grappig. En jawel, het volgende stukje speelgoed. En dat is weer een onderdeel van een poppenhuis, van een tinnen kinderserviesje. Een soort van schaaltje. Ja. Grappig. Nou, straks hebben we een hele verzameling voor in het poppenhuis. We gaan nog een uurtje door. Dus gauw door naar de volgende vondst. Tweede gespje van vandaag. Het grappige aan deze vondst is dat er nog een stukje van de leren riem aan vast zit. Hier zie je de doorn er doorheen steken. Dit is zo'n roller. Volgens mij een onderdeel van een teugel geweest of zo, van een paard. Iets in die trant. Ja, met leer vind ik het niet zo heel vaak. Meestal vind je alleen de gesp, dus dat is wel grappig. Deze vondst kwam mooi strak binnen, 83. En ik dacht eerst een muntje te zien, maar er zit een bolling. Dus ik wist al vrij snel dat het hier om een knoop ging, of gaat. Er valt niet veel eer meer aan te behalen. Maar ik heb al wel gezien dat die afkomstig is uit Amsterdam. Hier in het midden zien we 3 kruisjes. Kroontje erboven. Dan zullen links en rechts leeuwen staan. Een uniform knoop. In dit gat een knaller van een signaal. Hier zie je de afdruk. Tja, wat zou dat zijn? Flink zitten schoonmaken. En daar is de vondst. En dat is volgens mij een siergesp. Supermooi gedetailleerd. Vooral die bloem in het midden. Prachtig. Volgens mij was dit echt voor de sier. Werd dat bevestigd op de gordel. Denk ik. En ik denk dat dit ook de Jugendstil tijd is. Begin 1900. Ja, heel mooi. Nu weet ik het niet zeker. Maar ik heb een idee dat dit een uiteinde is van een loop van een speelgoedpistool of geweertje. Dat dit het vizier is om te richten. Hier zit een gaatje, een uitgang. Het lijkt ook wel dat hier wat gezeten heeft. En misschien zit ik er wel helemaal naast. Wellicht dat iemand van jullie dit herkent. Een fragment van puntje, puntje, puntje. Mocht je het weten, laat rustig een reactie achter in de comments. En dan gaan we naar de laatste vondst van deze zoekdag. En dat is zilver. Niet spectaculair. Het is een fragmentje van een lepeltje geweest, denk ik. En ik kijk terug op een prachtige zoekdag. Met veel gevarieerde en leuke vondsten. Vooral weer blij met het speelgoed. Superleuk om te vinden. En dan gaan we op huis aan. Houd het YouTube-kanaal goed in de gaten, want binnenkort volgt een giveaway. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Hopelijk.
Tot de volgende keer.